allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze potloodgreep kunt maken met je Rainbow Doom. Ik gebruik ze altijd op mijn haaknaald, maar je kunt ze ook op je potlood of pen gebruiken. Ik ga 3 kleuren gebruiken, maar je kunt natuurlijk zoveel kleuren gebruiken als je wilt. En we gaan de doom ook nog even verstellen. Dat doen we door eerst de blauwe achterkantjes een beetje los te wrikken. We halen even alles uit elkaar. En dat doen we met de achterkant van onze haaknaald van de Rainbow Loom. Zo, en de laatste. Zo. Eén rij kan aan de kant. Zo. En een groot blauw stuk. Toen zet je de eerste rij op en dan helemaal aan de andere kant zo zet je de andere rij op. En dan staan nog gelijk. En je zorgt dat je hier 4 pinnen hebt over. En dan doe je de rest van de blauwe, kleine blauwe stukjes hier zo. En nog één hier. Deze 4 pinnen gebruiken. Deze, deze, deze en deze. En je pakt daarvoor je eerste kleur. Die doe je er in een 8 van deze pion. Zo naar deze pion. Dan pak je nog een bandje van die kleur. Die doe je ook weer in een 8. Zo naar deze pion. Nog een keer in een 8 naar deze pion. En als laatste in een 8 naar deze pion. Dus zo ziet het er nu uit. Druk alles even naar beneden. En pak je volgende kleur. Die doen we in dezelfde volgorde, alleen dan geen achtjes. Dus gewoon naar rechtop. Nog een keer er rechtop. En nog een keer er rechtop. En nog de laatste keer. Zo. En dit duw je weer naar beneden. We hebben nu 2 keer een rij, zo'n rondje gemaakt. Dus de eerste keer met de kwaas en nog een keer met felblauw. En dan ga ik nog een keer met roze hetzelfde rondje maken. Zodat er 3 kleuren boven elkaar zitten. Deze naar deze. Deze zo naar deze. Van deze naar beneden naar deze. En nog een keer helemaal naar deze. Wat we nu gaan doen is de onderste 2 bandjes. Wacht, ik draai de loom even zodat je het kunt zien. We halen de onderste 2 kwazen bandjes bij elke pion eroverheen en laat hem los. Het maakt niet echt uit in welke volgorde je gaat, maar je haalt de onderste 2 kwazen bandjes of pion heen en je laat hem los. Nog een keer de onderste 2 kwazen bandjes over de pion heen. Je laat hem los. En bij de laatste pion over pion heen en je laat hem los. Ja, en we duwen alles weer naar beneden. Dan zet je je volgende kleuren weer op. Je draait hem weer even om. En dan gaan we weer in dezelfde volgorde. Dus zo. Dan weer naar deze pion. Zo naar beneden. En nu naar deze pion. Dan gaan we weer over haken. Draai de loom even om, zodat het makkelijker is. En nu gaan we de onderste 2 blauwe bandjes haken. Dus degene die de 2 bandjes die onderop zitten.
doen bij alle pionnen. Zo, ho, we draaien de nummer om. En nu moeten we blauwer weer opzetten. Weer in dezelfde volgorde, dus zo naar boven. Deze kant op. Nu naar beneden. En de laatste. En we gaan weer haken. En dan twee roze bandjes over je mee. Hier. Oh, hier. Bij de laatste. Nu draai je weer om en dan kun je je volgende kleur op plaatsen. Ik ga de video nu even op stop zetten. En nu kun je helemaal doorgaan totdat je haakgrip lang genoeg is. Ik denk dat mijn haakgrip wel lang genoeg is. Hij komt er zo mooi onderuit en hij is nu zo lang. Ik vind dat wel een mooie lengte. En wat we nu gaan doen is, want er zitten nu bij elke pion nog twee kleuren bandjes. Nu gaan we de onderste blauwe bandjes eroverheen halen. Zodat bij elke pion nog maar twee bandjes zitten en van één kleur. Dus ik heb nu alle vier pionnen gehaakt. En nu zitten bij elke pion alleen nog maar twee roze bandjes op. En nu steek je je haaknaald of potlood waar je de grip op wil. Die steek je er aan de onderkant in. Die duw je net zo ver door totdat die goed zit. En dat is zo. Nu pak je even een andere haaknaald. Ik heb nu een andere haaknaald gepakt. En daarmee halen we de roze bandjes van de pion af. Op je haaknaald. Die ga je dan zo op de haak of potlood brengen waar je grip op zit. Die bij alle vier de pionnen, dus ik pak ze eraf. Zo. Ik breng ze over de haak. Laat het los. Bij de volgende pion. En bij de laatste. Zo ziet het er nu dan uit. Duw deze bandjes even naar beneden. En nu kun je hem nog draaien als je wilt. Maar ik ga hem gewoon recht houden. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.